Ja, beste mensen, u hoorde hem net al even hier op de eerste rij, want het volgende onderdeel gaat over de vraag waarom we oog moeten hebben en houden voor het mysterie om de vraag naar het goede leven goed te kunnen stellen. Willem-Marie Speelman sprak hierover onlangs zijn oratie uit als hoogleraar Franciscaanse spiritualiteit, theologie en geschiedenis. Heb ik het zo goed gezegd? Dan krijg je ook een hartelijk applaus. Pak de microfoon erbij. Ja, even over. Hij doet het, ja. Hij doet het, ja. Welkom, ja, net uitgesproken, toch? Vrijdag 9 september. Ja, 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 ja. Ja, dat is, dat was, ik was al een jaar hoogleraar, maar toen ik de afspraak wilde maken, zei de personal assistant van de rector, vanwege corona kun je me pas op 9 september. Dus, ja. Ik kon lekker lang aan mijn inaugurele reden werken. Ja. Ja, ja, ja. Mooi. En ja, ook maar even, we zijn natuurlijk ook aan een universiteit. We hoorden net al iets over een herhaalde enquête die wordt gedaan. We kennen ook allemaal randomized controlled trials. Er zijn allerlei vormen waarop je wetenschap kan bedrijven. Ja. Hoe werkt dat voor een theoloog? Ik richt mij vooral op verhalen van mensen. En omdat in verhalen van mensen komen dingen naar voren die, ja, je kunt de werkelijkheid benaderen als een probleem, van crisis naar crisis, hè, dat kun je gaan doen, maar het leven is niet alleen maar problemen, er is ook een andere benadering. En als mensen hun persoonlijk verhaal vertellen, dan komt er toch iets anders uit. Hè. Dus we kennen allemaal wel mensen in de bijstand en de problemen komen, hè. Ik krijg wel vaak telefoontjes van, nou is het volgende weer gekomen. En, maar als je met die mensen praat, hoor je gewoon naar hun verhalen. En dan is onder dat leven ook een gewoon leven waarin mensen, ik noemde net al op het schoolplein, zijn er niet alleen maar problemen, maar het zijn eigenlijk ook gewoon heel veel verhalen van mensen. En in die verhalen komt iets anders aan het licht. En ik probeer dat in de verhalen daar oog voor te krijgen. Dat bedoel ik, dat noem ik het mysterie. Precies, dat is dat mysterie. Want ik las ook in dat persbericht, de maatschappij, je zei het ook al, denkt vaak in het oplossen van problemen in plaats van te zoeken naar harmonie en het goede leven. Maar misschien ook gelijk om die nuance, want jij bent uiteraard ook voor het oplossen van problemen. Ah ja, natuurlijk. Als er een probleem is, moet je dat oplossen. Maar dat wil niet zeggen dat je de ander altijd als een probleem moet beschouwen. Hè. Het weet iedereen ook wel, maar dus ik zeg ook niet iets nieuws. Maar pas ervoor op. Ik geef eens even een voorbeeld in de armoedestudies. Ik heb een PhD-student in Nigeria. Dat is gewoon een echt arm land. En dat is helemaal dat werkt helemaal niet. En ze zijn van kop tot kont, boven en onder, allemaal corrupt. Dat zeggen ze van zichzelf. Ja. En hij probeerde daar interviews af te nemen. En die mensen konden hun verhaal niet eens vertellen. Ze hadden het alleen maar over de problemen en hoe het opgelost moet worden. Ja. Tot dingen die ik hier bijna niet durf te zeggen. ik zei tegen hem, ik weet niet of je dat moet gebruiken in je PhD. Namelijk, de witte man moet terug. Hè, want die lost de problemen op. En volgend jaar gaat hij weer aan interviews nemen. Ik zeg, we moeten die interviews op een andere manier doen. Want je moet op een of andere manier zien te vinden dat die mensen terugkomen bij hun verhaal. Beschrijven ze een dag uit jouw leven. Mm-hmm. En echt arme mensen hebben niet eens de tijd of de rust om een verhaal te vertellen over hun leven. Daar komen ze niet bij, omdat het alleen maar problemen is. En als je alleen maar problemen hebt, kom je nooit tot het leven zelf. Ja. En dat leven zelf, daar wil ik ze zien te krijgen. En daar wil ik ook verhalen uit horen, omdat daar komen of, ja, ik vind het vervelend om dan oplossingen te zeggen, maar het kan zijn dat gewoon in het leven problemen verdwijnen. Omdat je elkaar recht in de ogen kijkt, omdat je ineens van iemand houdt, omdat een juf tegen een leerling die heel droevig is, een kindje zegt van, hoe is het met jou? En alleen de ogen al. En dit houdt dat kindje ook ineens op met heel droevig te zijn. Dit is eigenlijk ook wat je bedoelt met dat ontgrijpbare, hè, met dat mysterie waar je natuurlijk ook onderzoek naar doet. En tegelijk lijkt me dat dus ook weer lastig als je aan een universiteit werkt om iets ongrijpbaars, mysterie en daarvoor te pleiten. Omdat wetenschap is natuurlijk bij uitstek graag feiten, we willen het controleren. Ik moet aan de student vragen, wat is je probleemstelling? Ja. Ik kan niet zeggen, wat is het mysterie wat je gaat onderzoeken? Nee, dus het probleem bestaat, maar achter die problemen is ook een ondergrond. En daar ben ik wel gewoon erg in geïnteresseerd. Ja, ik ben ook, je hebt het al gezegd, ik ben Franciscaan. En we proberen toch ook onder lagen te komen. Waarom ben ik geïnteresseerd in het verhaal van het schoolplein wat ik toen meemaakte? Omdat er onder onze economie is er ook een gezinseconomie. Aan tafel, aan het gezin, is een economie gaande. Maar daar hebben economen het nooit over. Maar ik vind het wel een heel belangrijk iets dat daar ook leven gebeurt. En daar worden problemen opgelost. En wij gaan er maar vanuit dat dat normaal is. En het is ook fijn dat dat normaal is. En dan moet je ook niet
te veel mee bezig zijn. Dat je moet ook gewoon leven. Maar ik vind dat de universiteit ook oog moet hebben voor die onderkant. Die, ja. En hoe kijk je dan naar dus ook dat mysterie? Want er zit dus ook altijd iets wat je dus uiteindelijk niet kan begrijpen. Nee, dat is, je moet nu wel even uitleggen wat ik met het mysterie bedoel. Ja. Kijk, laat ik eerst even uitleggen wat ik met het probleem... Want dat snappen we allemaal, wat een probleem is. Dat komt van het Griekse pro en ballei. Dat is eigenlijk vooruitwerpen. Het is een term uit de militaire geschiedenis. Er wordt een dorp aangevallen en je stuurt meestal mannen naar voren. Soldaten. Mannen zijn vaak met problemen bezig. En naar voren en die leggen een verdedigingslinie. En dus die leg je voor je neer. En dat doen wetenschappers ook. Dan komt de coronavirus en die doen we in een buisje en leggen we voor ons neer op de tafel. En dat gaan we analyseren en bestuderen en oplossen. Dat wil zeggen, hij moet verdwijnen. Ja. En dan zei een Frans filosoof al heel lang geleden, hoor, dus die zei, maar er is ook een andere manier om naar de realiteit te kijken. Sommige dingen wil je niet eens oplossen. En die ga je niet, kan je ook niet voor je neerzetten. Hij dacht over het zijn. Het was een, ik mag het van hemzelf niet zeggen, een existentialistisch filosoof. Die dacht over het probleem van het zijn. En toen ontdekte hij, het zijn is geen probleem. Ik ben in het zijn. Dus ik moet het zijn anders benaderen. En toen kwam hij op die mysteriebenadering. Die kun je niet voor je neerzetten. Je kunt ook niet zeggen, regering, los dit op. Want het moet niet opgelost worden. Het mysterie vraagt dat je erbij aanwezig bent. En dan moet je eigenlijk denken, dat komt meestal voor in crisissituaties die heel persoonlijk zijn. Het moment dat je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, moet je een andere benadering van kanker hebben bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Dan wordt kanker ineens iets van jouw leven en daar ben je bij aanwezig. En dan kan zo iemand een boek schrijven over kanker alsof het een vriend is of een andere persoon is. En dan benadert hij dat probleem anders, omdat het niet oplosbaar is. Ja. En moet je er anders tegenaan kijken. Nou, die benadering die Gabriel Marcel neerzette. Hij zei, ik ga het nog uitleggen in een boek, maar hij heeft het nooit echt uitgelegd. Dus we moeten het zelf, ik moet dat zelf zien uitvinden hoe dat werkt met het mysterie. Maar die benadering zou ik graag binnen de wetenschap willen brengen. En dan toch, misschien mag ik het niet vragen, stel dat we dit nu allemaal gaan doen. Hoe ziet de wereld er dan uit? Nou, zoals die er nu ook uitziet. Ik bedoel, kijk, we zijn van crisis naar crisis, maar in de gewone wijken in Tilburg worden problemen ook op een hele gewone manier opgelost. Ja. Of ze zijn er ineens niet meer. Hè? Toen er ineens 250 Syriërs in mijn wijk zouden komen, waren de voor- en tegenstanders en liepen hoog op van die mogen er niet komen. Mm-hmm. En wat deden ze in die wijk? Ze gingen bij elkaar aan tafel zitten. En binnen 2 dagen was dat probleem weg. Ja. En toen zei de gemeente, wij willen ook meedoen. En toen zeiden die meestal moeders, hè, die zeiden, nee, de gemeente moet er niet bij. We lossen dat zelf wel op. Precies. En in het dagelijks leven worden dingen altijd al opgelost. Ik had niet hetzelfde het woord harmonieus bedacht hoor, maar er kunnen ook wel dissonanten in harmonieën zitten. Ja. Maar zo gaat het leven en zo gaan mensen met de crisissen om. Ja. Maar ik hoor namelijk in je woorden ook een hartstochtelijk pleidooi om af en toe dus ook anders met de werkelijkheid om te gaan, om anders naar de werkelijkheid te kijken. Daar oog voor te hebben. En daar oog voor te hebben, stel, hè, dat is best lastig, maar stel dat ons allemaal lukt. Ja. Hoe ziet de wereld er dan uit? Nou, de problemen komen heus wel. Mm-hmm. Dus olie blijft duurder. Het eerste wat je op televisie hoort, hoe lossen we dit probleem op? Precies. Ik ben ook benieuwd in, hoe lossen mensen zelf dit probleem op? Ja. Dat wil ik ook, want ze krijgen toch een ander gedrag. En dan krijg je het hele rare dat Timmermans had een plan over energietransitie. En ik geloof dat niet iedereen daar heel erg enthousiast over was. Nu hoor je iedereen praten over transitie. Dus mensen gaan op een eigen manier met de crisis om. En dat omgaan met die crisis is niet altijd probleemgestuurd. Een probleem kan ook heel veel creativiteit opwekken. En uit dat probleem kan ook, een uitspraak van de dichter Rielke. In het Nederlands hebben we, als de dood hoog is, dan is de redding nabij. Het kan zomaar ineens zich oplossen. En dan weet niemand waarom dat zo is. Waarom is die wond ineens genezen? Waarom is die kanker ineens weg? Dat is soms een mysterie, ja. Weten we niet. En voor mij hoef je het ook niet te weten. De kanker is weg. De wond is dicht. En daar ga ik verder ook niet over nadenken. Maar even daar aandacht voor hebben, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja. En dan toch, denk je daar dan zelf ook wel eens over na? Als we dat meer zouden kunnen doen, als we dat kunnen toelaten. Wat geeft ons dat? Waarom ben je zo'n hartstochtelijk voorstander van deze manier van denken. Mijn hartstocht komt erbij. Het begon toen ik een boek van Thomas Sedlacek las over economie van goed en kwaad. Dat aan het eind zei hij, ik vind het wel heel mooi om dat steeds te vertellen. Aan het eind zei hij, we hebben het nog nooit zo goed in de mensengeschiedenis gehad in onze West-Europa. Economisch gaat het zo verschrikkelijk goed. En ik hoor de laatste decennia alleen maar praten over crisis.
En toen zei hij, we moeten ook op een andere manier naar de werkelijkheid krijgen. En toen begon dit bij mij te leven. De crisissen komen wel en die zullen komen en die zijn ook goed, omdat ze, het moment dat je ineens een nieuw college moet geven, wekt dat ook je creativiteit en houdt je een beetje jong, zeg maar. Maar zo nu en dan terugvallen op het vertrouwen dat dingen eigenlijk ook wel goed zijn zoals ze lopen, geeft ook wel heel veel rust. Ja. En mijn hartstocht komt er ook op naar dat ik toen geleerd heb dat wij eigenlijk alles benaderen als een probleem in onze samenleving. Dat hoor ik het meeste. Althans, in de media hoor ik eigenlijk alleen maar problemen, anders wordt het ook saai. Maar gewoon thuis of het schoolplein, daar speelt dat helemaal niet. Ik las ook, en dat sluit hierbij aan, hè, gebreken worden niet uit de wereld geholpen, ja, maar in de wereld gezet als, ja, die mogelijkheid. Ja. Tegelijk, dat wil ik dan toch ook maar even aanstippen, mijn nekharen gaan dan ook een klein beetje overeind. Want dan denk ik, ja, ik snap jouw intenties, maar we weten ook, er lopen ook allerlei van die positiviteitsgoeroes rond. En die zeggen ook altijd, een probleem is een kans. En armoede is een mooie manier. Maar dan maak je er weer een oplossing van. Nee, dat snap ik. Maar dat is natuurlijk een soort dun lijntje. Hè? En als je ontslagen bent, dan is dat een kans om na te denken over je carrière. We gaan straks ook praten over mensen die het gevoel hebben opgesloten te zitten in hun baan. Ja. Waar zit nou het verschil tussen de intentie die jij hiermee hebt en wat inderdaad al die positiviteitsgoeroes, want die roepen wel vergelijkbare woorden in de zin van, nou ja, je moet het niet zien als een verschil probleem, is maar dat het is een uitdaging. Ik beloof geen rozentuin. Ik zeg niet dat het dan opgelost is. En als je je baan verliest, is het heel vervelend. Maar soms hoor je toch eens verhalen van mensen die zeiden, het is het beste wat me is overkomen, want ik heb nu ineens een heel andere baan gevonden. Maar dat zie je niet op het moment dat je de baan verliest, want dan is alles probleem. En dan denk je daar ook alleen maar naar. Maar het komt gewoon voor dat mensen zeggen, dit heeft mijn leven beter gemaakt. Er zijn mensen die ziek geworden zijn en die zeggen, nu heb ik eindelijk geleerd te leven, omdat ik een ziekte heb en daarvoor leefde ik eigenlijk alleen maar van probleem tot probleem. En nu heb ik iets anders gevonden. Dat is niet iets wat je kunt voorschrijven van, weet je, dit is de manier waarop je dat kan doen. Ik ga er ook geen cursus van maken. Dat is de magic bullet. Nee, absoluut niet. Maar heb er oog voor dat dat kan. En beschouw dat ook als een mogelijkheid voor jezelf. En met die mogelijkheid bedoel ik dit. Dat komt, een verhaal maakt van de werkelijkheid een mogelijkheid. Denk, je vertelt een verhaal van jouw ziekte en dan zeg je, dit is nu eenmaal zo. Ik ga uit van de feiten en die feiten zijn nu eenmaal zo. Maar iemand die een verhaal vertelt, vertelt nooit feiten. Die vertelt een betekenisvol geheel. Ja. En die kan er zo ineens een draai aan geven en dan zegt hij, als ik het zo vertel, klinkt het ineens heel anders. Goede verhalenvertellers kunnen een crisissituatie ombuigen tot iets wat ergens ook wel betekenis heeft en soms zelfs wel mooi is. Ja. Dus het vermogen van het verhaal om de werkelijkheid die vrij vast is, om te toveren in een mogelijkheid. Het kan ook anders zijn. Het had ook anders kunnen zijn, maar het kan ook anders zijn. En ik kan het in ieder geval op een andere manier bekijken. Ja. Dat geeft mensen ruimte om ook met crisis om te gaan. We spraken net al, hè? Iemand zei al, ja, we hebben soms het gevoel dat we van crisis naar crisis hobbelen. Ja. We gaan vervallen van het een en het ander. Ja. Hoe kijk jij dan naar het journaal of hoe lees jij de krant of de actualiteit wat er allemaal gebeurt? Op dezelfde manier. Ik zie van, oh, dat nog en ook dat nog. En als ik zo'n telefoontje dan krijg, dan denk ik, nee, dit los je ook niet zomaar op. Hè? Wat, iemand in de bijstand, een telefoontje van de energierekening gaat zo omhoog. Ja. En de huursubsidie gaat €100 naar beneden. En ja, dan kan ik ook niet meer eten. Niet meer zoiets dergelijks. Nee, ik bekijk het op dezelfde manier. Alleen, ik beschouw het een beetje als een, je hebt een pijnscheut en je kunt onmiddellijk grijpen naar de pijnstiller. Maar je kunt ook voelen, waar komt die pijnscheut vandaan? Betekent dat iets? En dus ik kijk gewoon iets trager naar het journaal. En ik hou er echt niet van dat er onmiddellijk naar oplossingen gezocht wordt. Als er een crisis is, hoor ik eigenlijk meteen in dezelfde zin, dan moet de overheid bijspringen. Ik denk, nou, ja. Als dat, wacht even voordat de overheid moet bijspringen. Ga eerst eens even kijken wat voor andere mogelijkheden er zijn. Ja. Zo kijk ik in ieder geval. Ja. En ik kan me ook voorstellen, ik ga straks natuurlijk ook aan mensen in de zaal vragen, maar dat mensen denken, ja, aan de ene kant klinkt dit prachtig, aan de andere kant, met alle social media die we hebben, met alle media die natuurlijk veel sneller zijn dan 20 jaar geleden of dan 50 jaar geleden met het Polygoonjournaal. It's a lost battle, dit pleidooi. Nee, in die zin hoeft het ook geen strijd te zijn, want ik begon net te zeggen dat gewone leven is altijd doorgegaan. Ja. Dus wat er op de social media verschijnt is, eerlijk gezegd vind ik dat vaak aberraties. Mensen die bezig zijn, ik ga nou toch eens even de wereld zeggen wat precies er is. Maar op het moment dat ze aan tafel zitten, gaan ze zich weer gewoon weer gedragen. Dus als ik hoor dat de waarden wel een beetje veranderen, maar over het algemeen in een leven gelijk blijven. Dan denk ik, ja, dat is ook gewoon in het leven. Meestal blijf je wel op dezelfde manier in het leven staan. Alleen je hebt het er nooit over. En dat is het enige wat ik wil.
Kijk daar ook eens naar. Ja. En dan vlakt de crisis wat af. Hé, we leven nog. Mooi, mooi. Ja. Dankjewel. Ja. Ik ga het ook weer aan jullie voorleggen. Wat jullie hiervan vinden en denken, zonder dus in oplossingen te gaan denken. Maar ik ben altijd gewoon benieuwd. En je mag me ook wegsturen, maar gewoon wat vind je van wat je hebt gehoord? Ik vind het een heel interessant idee. En ik zie het ook wel terug dat er veel probleemgericht wordt gedacht in plaats van eigenlijk rustig blijven. Ja. Dus, maar ik heb verder geen vragen. Mooi, nee, dankjewel. Is dat ook inderdaad wat we tussen de regels horen? Wat meer rust in zaken brengen? Want ja. De media wordt bijvoorbeeld ook vaak verweten wat heigerig te zijn en snel. We willen gelijk weten wat de oplossing is. Ja, wat dat moet de media ook vooral blijven doen. Maar ik vind het fijn om te horen. De meeste mensen weten dit ook wel. Dus ik vertel de mensen niet iets nieuws. Maar ik probeer het een vorm te geven, ook op de universiteit. Ja. Ja. De meeste mensen weten dit wel. Ja. Het zit wel in ons, maar het wordt er soms wat uitgehaald door de manier waarop we omgaan. Iedereen weet wel, als je persoonlijk van crisis naar crisis gaat, komt er echt wel iemand aan je toe en zegt, hey, doe eens rustig. Ja. We gaan een stukje wandelen. En dan gaat er een ander mechanisme spelen. Mooi, ja. Mooi. Dank. Andere vragen, opmerkingen? Ja, heel goed. Teruggrijpend op uw eerste vraag toen hun nog daar zaten. Van, maak het eens concreet. Wat is nou een vraag in het onderzoek? En dat zou ik dan ook wel eens aan u willen vragen. Want dit is juist natuurlijk een heel lastig te structureren onderwerp. Dus dan denk ik van bijvoorbeeld dat in Nigeria. Ik pak gewoon één onderzoek eruit. Dus ik vraag laat mijn studenten aan kinderen vragen wat is het goede leven. En dan geven zij een antwoord en dat antwoord analyseren we. Dus er zit wel een narratieve analyse aan. Maar het leukste is, terwijl je het aan het analyseren bent, hoe die kinderen antwoorden. Het begint met, wat een vage vraag. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Het is grappig, hè? Op een middelbare school wordt nooit de vraag gesteld, wat is het goede leven? En dan zie je kinderen nadenken. En één voor één, want ik heb nu toch wel heel veel van die antwoorden van kinderen van middelbare scholieren gehad. Zie je ze beginnen met wat wij normaal denken van het goede leven. Hè? Dus een huis, een baan en dat soort dingen. Maar op het moment, niemand hoeft dan iets te zeggen. De interviewer hoeft eigenlijk alleen maar die vraag te stellen, wat is het goede leven? Maar na één alinea beginnen de kinderen zelf te zeggen, ja, maar dat is het toch eigenlijk niet. En dan gaan ze echt nadenken. En dan beginnen ze het over vrienden, relaties. En eigenlijk komt dat allemaal op hetzelfde neer. Dat is nog zo'n waarde. Relaties, dat is zo'n waarde. Kinderen van 14 weten dit. En ik ben er echt het ontroert mij dat als we het analyseren, ik ben theoloog, dat kinderen van 14 soms dingen zeggen waarvan ik denk van, dit is theologie van Rader. En dat is een hele slimme man die dat gezegd heeft. Maar dit kind van 14 heeft dit ook door. Kinderen weten heel veel en jullie weten ook heel veel, maar je moet de vraag stellen, wat is eigenlijk het goede leven? Je bent ook een beetje op zoek naar, wat doet zo'n theoloog concreet nou aan onderzoek, wat gebeurt daar? Ja, dat ik het een beetje kan inkaderen wat maakt een antwoord dan bevredigend voor jou in dit onderzoek? Omdat je natuurlijk lastig is om een probleemstelling te formuleren. Wanneer heeft het voor jou dus een positief vinkje of een negatief? Om het helemaal toch maar een beetje te structureren dan. Zeg maar. Net als een onderzoek dat je weet, dit is graag het onderzoek wat ik wil. Ik krijg nu een voldoende van mijn leraar. Dat is wel een leuke vraag. Hoe beoordeel je van, dit is fijn. Nu kan ik een streep zetten onder dit stuk onderzoek. Nee, dus ik heb er ook mee geworsteld met narratieve analyse. Ik stuurde dat artikel op voor een peer review. En de peer reviewer was enthousiast. Maar die zei in het peer review, wat een prachtig manier om gegevens te verzamelen. En meestal ben ik blij als iemand mijn artikel goed vindt. Ik dacht, ik wou bijna terugschrijven, ik ben geen gegevens aan het verzamelen. Geen gegevens. Ja. Dit zijn analyses. En ik moet je bekennen, narratieve analyses leidt ook niet tot gegevens. Het leidt eigenlijk tot, je krijgt inzicht in hoe mensen in verhalen dat doen. En dus de conclusies, daar ben ik altijd voorzichtig mee, want wat is een conclusie van een analyse? Ik heb inzicht gekregen in hoe mensen van de werkelijkheid een mogelijkheid maken. En dat interesseert mij. Dus het mysterie, als je probeert een mysteriebenadering te hebben, krijg ik ook niet een duidelijke definitie van het mysterie, geen omkadering. Volgens Gabriel Marcel is het mysterie is iets wat ongekend is en ongekend blijft. Bedenk bij het mysterie van, je kijkt een kind in de ogen, je zult het kind nooit helemaal leren kennen. Je kunt het kind kennen, je kunt heel van het kind leren, maar het is geen probleem, omdat het jou recht in de ogen kijkt. En daar kun je nooit een antwoord op geven. Zelfs niet, is het een goed kind of een slecht kind. Het onderzoek is daarmee ook nooit af? Nee,
Maar welk onderzoek is ooit... Nou ja, je kan zeggen, wij hebben een enquête, even, sorry dat ik de term maar weer gebruik, en die hebben we nu uitgevoerd. Ik schrijf wel boeken. We hebben de resultaten binnen en dan is ons onderzoek nu af. En dan presenteren we een mooie atlas. Nee, ik schrijf wel artikelen en die stuur ik ook op. En die worden ook, als het goed is, gepubliceerd. Als mijn artikel goed genoeg is, gepubliceerd. Maar ik krijg vaak de opmerking van, er is iets met die conclusies. En ik heb langzaam aangeleerd van... Ja, dat is ook lastig. Ja. Omdat als je een andere benadering hebt, niet probleemgestuurd, dan kun je niet zeggen het is dit of dat. Dus er zijn niet twee antwoorden mogelijk op de vraag wat is het goede leven. Er zijn heel veel antwoorden mogelijk. Ja. Maar ik vind het leuk om te ontdekken dat ze allemaal ongeveer op hetzelfde neerkomen. Mooi. Ja. Dank voor die vraag. Andere opmerkingen? Dingen die u nog wil weten? U mag me ook altijd wegsturen, maar we zien toevallig een wetenschapsfilosoof in het beeld, die straks ook gaat columneren. Maar ik ben ook benieuwd, hoe kijkt u vanuit wetenschappelijke bril naar wat u hier hoort? Nou, Richard, loop maar even door. Loop maar even door, dat mag ook. Dan sparen we je nog even. Andere vragen, opmerkingen, kritische kanttekeningen, dingen die u nog wil weten. Ik kijk ook even weer terug naar jullie. Dit is natuurlijk voor jullie weer een hele andere tak van sport, om het zo maar even te noemen. Ik zag vooral veel parallellen eigenlijk. Wat zeg je? Ik zag veel parallellen, ja, sorry. Okay. Ik zag veel parallellen. Zoals je daar juist sprak van, ja, wat is het leven? Ze beginnen met het huis. Ja. Ze beginnen eigenlijk met die materiële welvaart of met een aantal van die... Ja, die physiological needs. Hè. Het feit dat ze toch in een veilige omgeving willen leven, dat is nogal vrij basis. En dan gaan ze toch wel naar die hogere niveaus, die Maslow-behoeftehiërarchie. Dus ik zag wel wat parallellen terugkomen, misschien wel op een andere manier. Maar ik denk toch wel dat we met elkaar kunnen praten achteraf. Nee, ja, goed. Ja. Misschien een andere taal, maar in elk geval wel met een aantalzelfde ideeën. Ja. Ik zie ook wel parallellen in de zin dat we proberen van... Europa vaak iets gekend te maken. En misschien het mysterie van Europa en waarom het op zich best goed werkt. Hè? Als je het beschouwt vanuit het perspectief dat we al best lang geen oorlog binnen de Europese Unie-grens hebben gehad. Dat mysterie, ik denk dat we dat voor een deel ook moeten koesteren. Dus dat Europa als iets ongekends, hè, dat is ook eerder wel gezegd, de ongekende samenleving misschien niet helemaal kenbaar willen maken. Dus ik zie daar ook wel wat in. Ja. Fijn. Ja, dank voor je bijdrage. Je krijgt een hartelijk applaus. Willem-Marie Speelman.